Hallo allemaal, vandaag wil ik met jullie paddenstoelen gaan tekenen. Paddenstoelen. Ja, die zijn in allerlei kleuren, maten en verschillende vormen. En ja, je ziet ze nu volop in het bos. Eigenlijk al een maand lang, want vanwege de warmte en de regen schieten die paddenstoelen als paddenstoelen uit de grond. En, maar laten we ze eens een keer gaan tekenen. Teken je mee? Ja, vandaag de dag van de paddenstoel. Laten we eens paddenstoelen gaan tekenen. Nou, ik heb laatst hele mooie gezien in het bos. Even kijken hoe kunnen we dat het beste uitbeelden. Want ik wil er een paar voor en achter elkaar tekenen. Echt een soort groepje paddenstoelen. Even kijken, zo. De hoed. Beetje sprookjesachtige paddenstoelen wel. Hier een stil en een andere paddenstoel die ervoor langs gaat. Hier het steeltje van deze paddenstoel. Zo. En dan zit er onder zo van die sporen van zo'n paddenstoel. Zo. Zo, en hierachter staat ook nog een paddenstoel. Die heeft echt van die sporen. Een stiltje. Zo. Zo. Deze kan je echt heel goed zo die naar onder kijken, zeg maar. Krijg je echt een hele groep van zulke paddenstoelen. En ik vond het best wel fascinerend om te zien. Dat het zich dan, dat er zo uitzag. Ja, dit is natuurlijk niet de bekendste paddenstoel. Het bekendste paddenstoel is die paddenstoel rood met witte stippen. Kabouter Spillebeen op zat te wippen. Maar ik vind dit wel een beetje, ja, ik vind dit wel een beetje elf of kabouter paddenstoeltjes dit. Zo ook om te zien hoe dat dan groeit. Er stond echt zo'n heel groepje bij elkaar, zeg maar, in het bos. Ja, en dat stond op een mos, zeg maar. Aarde, ja, goed. Een mos is denk ik het mooiste om dan weer te geven. Dat het op een bergje mos stond, zeg. Zo.
Nou goed, dit is een groepje paddenstoelen. Ja, de bekendste, ik zei het net al, dat is natuurlijk de rood met witte stippenpaddenstoel. Laten we die dan ook nog even tekenen. Dat we toch bezig zijn. Hè? Paddenstoelen. Is ook echt wel een mooi herfstplaatje, hè? Paddenstoel. Ik vind dat paddenstoelen horen wel een beetje bij de herfst. Al kan je het hele jaar door paddenstoelen tegenkomen natuurlijk. Zo. Ja, die stippen die liggen er ook een beetje op bij zo'n rood-wit met witte stippen paddenstoel. Zo. We hier die steel, maar die steel die is net weer anders dan bij andere paddenstoelen. Zo. Ook hier kan je natuurlijk dan die... Zo. Ik ga best een beetje schaduw zo aangeven. Nou, de paddenstoel die heeft natuurlijk inderdaad die stippen zo nog. En het zijn geen ronde stippen. Hè? Het zijn vaak een beetje gekorrelde stippen. Kandijsuikerachtig of ja, hoe noem je dat? Ik vind dat een beetje meer zoutkristallen dan suiker eigenlijk. Maar goed, een paddenstoel rood met witte stippen. Nou, nee. Hij is rood met witte stippen. Ik heb nu zwart natuurlijk. Ik heb geen rood. Maar een beetje aan te geven zo. Dat het een donkere paddenstoel is. Nou, misschien had ik dat niet moeten doen zo. Dat maakt hem niet heel veel mooier daardoor. Maar goed. Je weet wat ik bedoel. Nou hoeft hij niet altijd zo plat te zijn. Hè? Als hij begint, als hij net gaat groeien. Dan is hij vaak... wacht, ik ga eerst dan zoutkristalletjes, zeg ik nou weer. Die stippen eerst eens even tekenen. Zo, die op de rand zitten. Als hij net boven de grond komt, dan is het namelijk meer een... ja, zo'n marshmallow ding eigenlijk. En die zitten ook allemaal niet zo precies uit elkaar, dezelfde afstanden. Zo leuk dat ik dat zo teken, maar dat is helemaal natuurlijk helemaal niet zo. Zo. Dus die steden ook nog een stuk dikker. Zo. Rood met witte stippen paddenstoel. Ja, goed. Nou, twee soorten paddenstoelen getekend. Ga zelf ook aan de slag met paddenstoelen. Er zijn er genoeg verschillende soorten. Ja. Oh, nou lijkt me stift vallen. Je kan natuurlijk ook nog kijken op internet. Verschillende soorten paddenstoelen. Ik heb thuis een heel mooi paddenstoelenboek. Daar staan ook allerlei soorten paddenstoelen in. En ja, ga eens met de paddenstoelen aan de slag. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.